Vitesse kent tot dusverre een mooi en succesvol seizoen. De Arnhemmers spelen tot de winterstop nog één competitiewedstrijd in eigen huis. En ze willen die eerste seizoenshelft natuurlijk ook graag mooi en succesvol beëindigen. En dat betekent 3 punten halen tegen RKC. Ja, kijk, zeker ook vooral naar de fans. Het resultaat, nou, dan moet je in ieder geval denk ik... Ondanks dat we woensdag ook nog een bekerwedstrijd hebben in het stadion. Maar het is wel heel prettig als je zo het jaar uitgaat. Als je dat met een goed resultaat doet. Ja, heel belangrijk. Ik bedoel, het zijn 3 belangrijke punten die we kunnen pakken net voor de winststop. En het is altijd goed om met een goed gevoel de winststop in te gaan. En ja, ook de supporters verwachten van ons dat we thuis nog een keer de 3 punten pakken, denk ik. Afgelopen week lukte het Vitesse helaas niet om de 3 punten te pakken bij VVV. Er werd in Venlo met 3-1 verloren. En op die nederlaag was niet gerekend en kwam daarom hard aan. Maar hoe hard eigenlijk? Eigenlijk duurde het niet heel lang. Ik bedoel, we hebben de knop snel weer omgezet en we hebben richting RKC gewerkt. En ja, we moeten gewoon de goede dingen behouden en de slechte dingen die moeten we eruit houden. Wat zijn die slechte dingen? Ja, we werden misschien een beetje onrustig toen we op 1-1 kwamen. En gingen we te geforceerd misschien zoeken naar de 2-1, waardoor de VV te veel ruimte kreeg. En na de 1-0 hadden we kans op de 2 en 3-0 en dan is de wedstrijd gespeeld. En dat hebben we nagelaten. De tegenstander van de aanstaande zondag staat op de 8e plaats in de Eredivisie. De Waalwijkers doen het dus ook dit seizoen weer erg goed. Trainer Fred Rutte verwacht daarom een lastige middag in Gelredome. Ja, er zijn al meerdere clubs gestruikeld en dat was dan wel in Waalwijk, maar onder andere PSV is gestruikeld. Als je niet goed bij de les bent, dan is RKC denk ik een gedegen tegenstander, ja. Is het een voetballende ploeg of is het een ploeg die achterover leunt en wacht op de counter? Ze kunnen beide. Ze kunnen geduld hebben en een heel compact spelen. En wacht op fouten van de tegenstander. Anderzijds, als ze wat ruimtes krijgen, dan kunnen ze denk ik ook heel goed positiespel spelen. Daar hebben ze in een aantal wedstrijden hebben ze dat namelijk gezien. Heb ik zelf ook kunnen constateren. Ze hebben ook volgens mij een lastige spits die alleen maar 90 minuten lang in ieder geval blijft gaan. Ja, dat is wel een type die heel veel energie in de wedstrijd gooit. En als je kijkt, heeft wel aardig wat doelpuntjes gemaakt ook. En het onmogelijke situatie weet hij namelijk te scoren. Dus we moeten heel alert zijn. Ja, Erwin Koeman is ook iemand uit de PSV-school. Kennen jullie elkaar goed? Wij kennen elkaar goed. We hebben een hele fijne samenwerking gehad. We hebben nog steeds heel veel contact met elkaar. En we weten eigenlijk van beide wel ongeveer hoe we elkaar steken. Dus voor beide coaches zullen er niet veel verrassingen zijn. Vorig jaar scoorde Van der Heijden tegen RKC. Hij zette Vitesse met deze vrije trap op voorsprong. Het was zijn eerste goal in Arnhem. Ja, klopt. Ik scoorde mijn eerste goal voor Vitesse. Dat was ook gewoon geen onaardig. Nee, ja, die zat er goed in. Ja. Vitesse won vorig seizoen uiteindelijk met 4-0 tegen de Brabanders. De combinatie is goed. Nou, Kassa Ishvili, zijn eerste voor Vitesse. Ja hoor, het gaat heel makkelijk. Het is een goede trap, het is een aardige kopbal en het is 3-0. Doelpunt te maken was Stanley Abora. Wilfried Boni bepaalde de eindstand op 4-0 na deze strafschop. Zondag begint de wedstrijd in Gelredome om 2:30. Voor dit duel geldt een vrije kaartverkoop, dus iedereen kan kaartjes kopen.